Meijeren in verband schepende Meijer zonder i achteraan, Stefanie. Als ik goed begrepen heb, gaat het over Aalbeke, over de tijdelijke reglementering voor de invulling van de tijdelijke gebouwen van de Oost, voor de vervanging van de OC's. Dat is te zeggen, voor de vervanging van de bestaande gebouwen die in verbouwing zijn. Maar ik denk dat je dat beter zelf kunt toelichten, ja. Stefanie. Het gaat eigenlijk om het OC in Aalbeke die verbouwd wordt en die normaal zal klaar zijn volgend jaar in september. Als we geen vertraging hebben, we zo graag kunnen openen met Sint-Cornelisfeesten in Aalbeke. En omdat de verenigingen daar geen plaats meer kunnen vinden voor toch wel een jaar, hebben we gekeken voor alternatieve gebouwen in gebruik te nemen. En zo kunnen zij hun werking verder zetten. En dat was de vraag voor de goedkeuring daarover. Ik denk dat de nota vrij duidelijk is, maar misschien ja. Zijn er toch mensen die vragen hebben daaromtrent. Nee, niet direct, merci. Oké. Ja. Die ook niemand anders meer, maar ik weet niet wat er nog mensen op... Ja. Philippe Aveen, zie ik toekomen. Philippe, voor het geval je ons al kan horen, hebben we juist heel kort toegelicht waarover het gaat, maar eigenlijk de nota is denk ik zeer duidelijk, namelijk de tijdelijke reglementering, of de reglementering voor de tijdelijke gebouwen voor het OC Aalbeke. Hmm. Ik weet niet wat er van jouw kant vragen zijn, nee. Want bij de anderen ja. Hebben we het al gevraagd. Sorry, maar ik raakte niet meteen binnen, dus het lukte mij niet. Vandaar ja, wat, dat is geen probleem. Ik had niet direct vragen. Ja. 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 Als er niemand anders vragen heeft, dan denk ik dat we al... Jan, uw micro Jan, staat eruit. Ja. Jan, uw micro staat uit. Jan, wij horen u niet. Uw micro staat uit. Nu is het goed. Ja. Denk ik. Jawel, ja, als je praat, Jan. Ik ja, denk dat niet. Hoor je mij? Ja. Ja, ja. Ja, maar ik heb daar geen vraag over. Het was dat, want ik heb hier moeite om binnen te geraken. En ik zie dat ik hier aan het prutsen ben. Dus... Maar ik heb alles gehoord. Oké. Prima. Ja. Ah, dank nu gaat. U wel. Ja. Bedankt. Dag. Ik zie dat Niels nog toegekomen is. Heeft Niels nog vragen over het punt van Stefanie in Aalbeke? Nee, ik heb daar geen vragen over. Geen vragen over. Ja, als er niemand vragen heeft, kan ik het zien in de chat. Ik heb ook geen al te beste verbinding vanavond. Maar niemand geen vragen meer. Nee. Goed, dan bedank ik jullie. Hopelijk volgende keer live. Ja. Ik bedank iedereen voor om toch aanwezig te zijn op de derde raadscommissie, na de uitgebreide verenigde raadscommissie. En ik wens jullie een mooie zomeravond. En we zien elkaar maandag terug via dit kanaal. Goeie avond. Dank u wel. Goeie avond iedereen. Tadaa. Really?